Dank u, mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, collega's, goedemiddag. Op 28 augustus werd er een intern onderzoek gestart bij Bpost. Het postbedrijf is voor 51% in handen van de Belgische staat. Dit onderzoek heeft tot doel mogelijke wanpraktijken op te sporen rond de concessie voor de bedeling van kranten en tijdschriften. Hierbij gaat jaarlijks meer dan 150 miljoen euro naar Bpost. Bovenop het feit dat dit bedrag helemaal niet in verhouding staat tot het aantal kranten en tijdschriften die op heden nog bedeeld wordt, komt de vraag op welke manier het krantcontract tot stand is gekomen. Dirk de Ree werd enkele dagen geleden, zoals een collega zei, dat de laan uitgestuurd om nog onduidelijke redenen. Het was althans net meneer die het krantencontract in vraag stelde. Het lijkt dan ook een trend te zijn bij zowel deze Vivaldi-regering als haar verlengde ervan om personen die kritisch durven te zijn langs de kant te zetten. Wij zijn dan ook niet de enige die de afschaffing van deze krantsubsidies vragen. Zelf DPG Media zouden ze liefst zien verdwijnen. Ook binnen uw regering, mevrouw de minister, zijn de partijen die het logisch verstand hebben om ze af te schaffen, behalve natuurlijk de PS. Ze hebben met mevrouw Hanaar het voorzitterschap van Bpost in handen. Maar achter de schermen is de sterke uitman, uiteraard de PS-voorzitter Paul Magnet. Daarnaast heeft de partij ook nog eens de minister die de krantenconcessie overziet en toekent. Het lijkt hier dus meer en meer een machtsgreep van de Franstalige socialisten te worden, waarbij nu zowel de nieuwe CEO ad interim als de voorzitter van de Raad van Bestuur uit PS-kringen komen. Het hoeft ons natuurlijk niet te verbazen dat wanneer er sprake is van fraudeleuze praktijken, de socialisten er weer voor iets tussen zou zitten. Dus mevrouw de minister, ik heb 3 concrete vragen. Waarom heeft Dirk de Ree het krantencontract niet ondertekend? Dank u mevrouw de minister voor uw antwoorden. De concessie waar we het over hebben liep normaal af in 2019. Sindsdien spelen we telkens met verlengingen, zoals bij de WK. Vandaag zijn we 15 december, waardoor de nieuwe concessie binnen 2 weken zou moeten ingaan. Uw regering besliste recentelijk om de lopend contract opnieuw te verlengen en dat terwijl er nog een fraudeonderzoek loopt naar de totstandkoming ervan. U PS-collega Dermanje voelt het zich niet genoodzaakt om het onderzoek af te wachten. Het is duidelijk dat hier de PS de touwtjes in handen wil houden en hun eigen belang voorop stelt aan dat van de belastingbetaler. Het gaat namelijk al terug van tot 2015. Dat is enkele maanden na het ontslag van de CEO Johnny Thijs. Die werd buitengepest door de toenmalige minister van overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille van 3 keer raden de PS. Legt u zelf de puzzel, mevrouw de minister.